Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van Sportdag. Het is vandaag tweede kerst en ik wens u allen een gezegend kerst toe. We hebben natuurlijk sport gehad afgelopen weekend. We kijken naar samenvattingen van de wedstrijden uit onze eerste divisie. Transvaal die nam het op tegen Voorwaarts. Brokkie heeft tegen Notch gespeeld. En we hebben ook nog SNL die het afgelopen vrijdag opnam tegen Interwanica. We hebben ook een gesprek in deze aflevering van Sport 8 met Davinia Paal. Zij is van de stichting Biggie Brokkie Wakka. En ze vertelt ons meer over de Biggie Brokkie Wakka van 5 januari 2020. En we kijken ook nog naar wat fragmenten van het Thaibox Gala van afgelopen zondag. Waar onze vechters in actie zijn gekomen. En ze mogen natuurlijk terugblikken op een geslaagd evenement. Dit is Sport 8. De eerste divisiewedstrijden die wij voor u hebben. We starten met Interwanica tegen SNL. Een wedstrijd die dus vrijdag jongstleden is afgewerkt. En Interwanica die doet het niet al te geweldig. 1 wedstrijd verloren en 1 gelijk tot nu toe. En kijken wat ze zouden doen in hun derde wedstrijd. Het was al heel vroeg. Niemand anders dan Dennis Doekoe die prachtig werd aangespeeld. Maar prachtiger afronden met een mooie lop over de goalie van Interwanica, schreef hij de 1-0 op zijn naam. 1-0 voor NL. NL die de vorige week nog zwaar verloor van Robin Hood. Ze hebben zich dus kundig hersteld. En wisten er 1-0 van te maken. NL die zou deze voorsprong niet meer uit handen geven, want na rust scoorde niemand meer. NL die zette alles op slot en Interwanica die kon ook niet echt meer achter de verdediging komen van NL. En daar is het dus bij gebleven. 1-0 voor SNL, het doelpunt van Dennis Doekoe. Die zorgt ervoor dat SNL de 3 punten mag meenemen. Vorige week nog groots verloren van Binoud met 5-1 en er zijn zaken op orde gesteld en NL heeft dus geen doelpunt toegelaten in de wedstrijd tegen Interwanica. Ja, Inter die dus ook vorige week verloor van Bintang Laier met 2-0. De andere wedstrijd die we voor u hebben is Brokkie tegen Notch. In het Sichem Sportcomplex was het dus al heel vroeg. We gaan u laten zien vanaf de aftrap wat er allemaal gebeurd is. Al heel vroeg in deze wedstrijd werd er dus gescoord. Vanaf de aftrap laten we u zien waarbij Notch gekomen was om zaken te doen. En het was Ronaldo Boys die langs de hele verdediging van Brokkie ging. Tussen de benen van Baia. En rond hij dus kundig af. 1-0 voor Notch. En het weinige publiek dat daar was in het stadion. Die kon dus toezien hoe Ronaldo Boys de 1-0 maakte voor Notch. Prachtig doelpunt. Tussen de benen van Baia. En maakte hij er 1-0 van. Brokkie zou wakker geschud worden, want het was Sylvian Soekhoe die ook heel mooi zou afronden. Hier nog wordt de bal weggewerkt en komt de bal regelrecht in de benen van Sylvian Soekhoe. En hij legt hem ook prachtig neer en schiet ploeg op gelijke hoogte. 1-1. Kort daarna zou Brokkie wederom toeslaan. De paas op Cerezo Habo doet hij nog dit. En met een prachtig schot maakt hij er 2-1 van. De keeper die verschalkte hij op een prachtige wijze. En het is dus 2-1. En met deze stand zou er gerust worden. De voorsprong van Brokkie. Yeah.
Nou, na de rust zou Notch goed terugkomen. Het was Jonas dos Santos Miranda die ploeg op gelijke hoogte zou brengen. 2-2 maakt hij ervan. En men dacht even dat Notch voor problemen zou zorgen, maar het was weder een civilian Sukhu die de tweede goal voor zijn rekening nam. En ook heel mooi de 3-2 van maakte. Ja, en dat is het feest. Er was niet al te veel tijd meer over. En Civilian die brengt Brokje op een 3-2 voorsprong. En kort daarna zou ook mooi worden aangespeeld. Om speelt hij de keeper ook heel kundig en hij maakt er 4-2 van. En dat wil zeggen dat. En dat betekent dat Notch niets meer had te zoeken op deze zaterdagmiddag. Want gelijk na het doelpunt van Cerezo floot de arbiter af. ...4-2 werd het voor Brokje. En zij hebben dus nu hun eerste overwinning op zak. Eerder speelden ze nog één keer gelijk, verloren nog één keer van Inter. En nu hun eerste overwinning. Misschien dat de machine van Henrikia nu goed zal rollen. En we gaan dan naar het André Kamperveen stadion. Want zondagmiddag om 6:00 vond de aftrap plaats van Transi tegen Voorwaarts. En Voorwaarts die verloor de vorige week ook nog met 1-0 van Ako Konat. En trainer Blackson die heeft orde op zaken weten te stellen. Want koste wat koste moesten ze resultaten halen uit deze wedstrijd. En het was Transvaal die wat kantjes kreeg over en weer. Ook Voorwaarts die kreeg wat halve kantjes. Niet een geweldig veld, maar de ploegen maakten het beste ervan. We mogen toch wel stellen dat beide ploegen hun verdediging redelijk goed was. Niemand kreeg echt veel kansen en beide ploegen mogen toch wel terugzien op een job well done van de verdediging. Het was weliswaar Transvaal die in de tweede helft tot scoren zou komen als eerst. Het was een prachtige kopbal van Alvaro Verwij die de doelman had dus geen schijn van kans en het doelpunt van Alvaro Verwij die mogen toch wel inlijsten, prachtig ingekopt. En het staat 1-0 voor Transvaal. Voorwaarts zou goed terugkomen. Probeerde nog het een en ander. Niet al te veel kansen zoals ik daarnet zei. Maar het was de doelman die dus bal en been greep. En de arbiter wees naar de 11 meter stip. Magiel Homoet zou zich belasten met deze penalty. Terwijl de spelers van Transvaal nog even protesteerden. Die vonden het dus geen penalty. Ja, doelman die greep bal en been. En de arbiter wees naar de 11 meter stip.
Magil Homoud die stuurde doelman de verkeerde kant op en het staat 1-1 in het AK stadion. Mooie sliding als je het mij vraagt en het is dus een tweede gele kaart en die mag gaan rusten. Gaan douchen. Is hij nog boos? Ja, ja, helemaal gelijk. Een prachtige sliding was dat, maar arbiter die vond dat het gevaarlijk was, dus kreeg hij zijn tweede geel. Maar goed, de wedstrijd eindigt dus 1-1 en beide ploegen mogen met 1 punt terugkeren. Dat is het voor wat betreft de samenvattingen. Als we kijken naar de uitslagen van het afgelopen weekend, dan hebben wij dus Inter Wanica die met 1-0 verloor van SNL. Inter Mungutapu die won met 2-0 van PVV afgelopen weekend ook nog. En zo hadden we Santos die verloor van Leo Victor in Nikeri. Het was het doelpunt van Kevin Wongso-Pawiro. Het enige doelpunt gemaakt die middag in Nikeri. En Leo die vertrok met de 3 punten richting Paramaribo. West United die kreeg Bintang op bezoek. En Bintang die mocht met lege handen vertrekken richting Kommerwijnen. Want West United die wist 3 keer te scoren. Terwijl Bintang dus maar 2 keer het net vond daar in Coroni. En ook Akokonot die verloor groots. Het werd 5-1 tegen Robin Hood. En dan net zag je nog de samenvatting van Transi. Voorwaarts 1-1 is die wedstrijd geëindigd. Het schema van de eerste divisie. We hebben nu de kerststop. De ploegen die gaan dus even rusten, wat feest vieren. En dan hebben we 15 januari wederom actie in de eerste divisie. Dan komt PVV tegen Bintang Laier. Ook een leuke wedstrijd om naar uit te kijken. Leeuw tegen Brokkie, 17 januari. Fori Santos. Dan hebben we ook nog Notch tegen Inter Mungutapu in het Brunswick Stadion. West United tegen NL de Coroni. Akokona tegen Inter Wanica. En onze Classico zondag 19 januari. Robin Hood tegen Transvaal. De tweede divisie, daar hebben we ook actie gehad. Als we kijken naar de uitslagen van het afgelopen weekend. Dewa Boys won met 3-2 van Tahiti. Slee, die speelde 2-2 gelijk tegen Flora. We hadden ook nog Junior, die groots won van Flamingo. En daar kreeg ik een telefoontje van de lachende voorzitter Lindenberg. Lampa, die me zei, win den bakka. En deze keer met heel veel doelpunten. 6-0 werd het voor Junior. KD die verloor van Seaboys met 4-3. Groningen, daar schijnt de machine van trainer Cor Carbin goed te draaien nu. Want er werd 6 keer gescoord. Groningen won met 6-1. En trainer Cor Carbin die zei me dat de score dus hoger kon liggen. Maar goed, zijn boys hebben verzuimd meer te scoren. Papatam die verloor van Sunny Point met 2-1. Daar zien we dat de trainer Houwen en Landveld dus de punten maar blijven pakken. Kijken als ze dus gestopt zullen worden. En we hadden dan Sofia tegen Real Mungutapu. Daar scoorde niemand. En die wedstrijd eindigt dus vanzelfsprekend 0-0. Het schema van de tweede divisie. Daar zullen de boys dan gelijk na het nieuwjaar beginnen met voetballen. Real Mungutapu tegen Tahiti in het Brunswick Stadion. Dewa Boys neemt het op tegen Botopassi in het AZ Stadion op 5 januari. En een week daarna, 12 januari, Botopassi tegen Papatam. Die mogen dan lekker in het Brunswick Stadion gaan vechten voor die 3 punten. Want beide doen het bizar
in deze tweede divisie. Goed, de Biggie Broki Waka die staat op komst. 5 januari is het zover. Davinia Paal van stichting Biggie Broki Waka die vertelde ons over de voorbereidingen en ook nog over de organisatie die belast is met de Biggie Broki Waka, wat ze allemaal nog meer doen en hoe het allemaal verloopt. We staan met Davinia Paal van de Biggie Broki Waka. Jullie hebben, ja, Biggie Broki Waka staat weer voor de deur. Zal het anders zijn dit jaar? Nee, niet echt. We doen ieder jaar hetzelfde, maar het blijft leuk, omdat we hem ieder jaar leuk proberen te maken. Ja. Weer een aanloop van geïnteresseerden? Ja, een heleboel. Maar we kunnen helaas niet ieder accommoderen. We moeten blijven binnen de 5500 inschrijvingen, omdat we een timeframe hebben van 2 uur. Zijn de inschrijvingen nog open of zitten jullie al op de limiet? Nee, nog niet. We zijn gestart 18 december en we gaan door tot 28 december. En dat is echter zolang er t-shirts beschikbaar zijn. Wanneer is de Biggie Broki Waka? Waar, hoe laat? Of ja, het is bekend waar, maar wanneer, hoe laat? Het is op zondag 5 januari 2020 en we starten om 7:15 met de hardloopwedstrijden. We hebben om 7:45 om 7:30 de Run for Kids en om 7:45 de wandelloop zelf. De voorgaande jaren heeft de Run to Kids ook bewezen heel veel kinderen aan te trekken. Yes, dit jaar ook. En dit jaar hebben we een medaille voor al de kindertjes die meedoen. Dus dat is heel leuk voor ze. De ouders mogen hun kinderen aanvuren. Ze mogen ook met de kinderen meelopen. Dat kan. Een hele family happening. Dat is het. Dat is de bedoeling. Het is de bedoeling om de mensen te helpen een sportief begin te maken aan het jaar. Is dat de gedachte achter dit alles? Yes. Dat is ons doel. Sportief beginnen, gezond beginnen en vandaar dit evenement. Als jullie terugblikken naar de voorgaande jaren, dik tevreden? Yes. En daarom doen we hem dit jaar weer. En dit is de 7e editie van de Biggie Broki Waka. Vergeleken met de voorgaande, is er een groei te merken? Hoe zit dat? Willen meer mensen meedoen? Dat zeg ik, er willen meer mensen meedoen, maar we kunnen helaas niet meer dan dat helpen, omdat we maar 2 uurtjes de brug gesloten krijgen. En het wordt ook een beetje lastiger voor de andere mensen als we langer bezig zijn, omdat men constant over moet naar Kommewijnen en terug naar de stad. Dus als we langer bezig zijn, dan heb je dat de mensen langer niet over de brug kunnen. Ja. Mensen die nog willen meedoen, waar kunnen ze zich aanmelden? Wat zijn de kosten? Laat me starten met de Run for Kids. Dat kost 30 SD voor de kindertjes. Voor de wandelloop betaal je 40 SD. En voor de hardloopwedstrijden betaal je 50 SD. En je kan je inschrijven bij DA Koppename aan de Kommewijnenstraat. Je kan je inschrijven bij DA Lelydorp aan de Indira Gandhiweg. Bij Florin Exchange aan de Jozef Israëlstraat. Maar ook bij ons op kantoor. En dat is RHG Accountants aan de Kommewijnenstraat 41. Is men aan leeftijd gebonden? Yes, voor de Run for Kids kan je vanaf 6 jaar meedoen tot en met 12 jaar. En dat is echt alleen voor de kindertjes. En dan heb je de wandelloop is vanaf 13 jaar. Voor de 5 kilometer hardloopwedstrijd mag je meedoen vanaf 6 jaar. En voor de hardloopwedstrijd, de 10K, is het vanaf 16 jaar. En daarom vragen we de mensen ook dat ze zich komen inschrijven met hun ID-kaart, zodat we het kunnen controleren. Want het zijn niet onderste regels, het zijn de regels van de Internationale Atletiek Federatie. Dus voor een 10K-wedstrijd moet je minimaal 16 jaar oud zijn. Is alles al in place qua logistiek, EHBO, begeleiding van de politie? Yes. Ze hebben nog enkele kleine dingetjes, zoals de materialenlijst moeten we in orde maken voor de organisatie. Maar we zijn ready, steady to go. Stichting Biggie Broki Waka, houden jullie alleen bezig met de Biggie Broki Waka of zijn er andere activiteiten? Nee, we hebben nog 2 andere evenementen die we organiseren. We hebben de Run to the Top, dat is over de Bronsberg. En die is rond maart, april. En dan hebben we ons Great Outdoor Event, dat is ons Run door de Jungle. En dat is meestal in de grote vakantie. Ook die trekken heel wat mensen. Yes, het wordt ieder jaar een beetje groter. Dus na de Biggie Broki Waka kunnen de mensen daarnaar uitkijken. En tot wanneer mag men zich opgeven voor de Biggie Broki Waka? Dat is tot 28 december, maar als de t-shirts daarvoor op zijn, dan kan dat niet meer. Dus ik zeg de mensen, kom heel gauw om je in te schrijven. Het gaat hard. Al dus Davinia Paal die ons vertelde over de voorbereidingen van de Biggie Broki Waka. Op 5 januari 2020 is het zover en zal er dus heel veel te beleven zijn op de Jules Albert Weidenbosch brug. Houdt u daar rekening mee.
We hebben dan het Thaibox Halle gehad in de Ismi van Wilgen Sporthal, Fearless 4. En we keken naar wat momenten. Zo hadden wij dan de fight tussen Raoul Hunswijk en Elijah Asseli. Een fight waarbij Hunswijk dus alles gaf en Asseli wist te winnen. En de winnaar van de Prestige Belt is geworden. De vijfde die we graag heeft. Gelukkig. En een overwinning voor Raoul Hunswijk. En dit was dus een prestigewedstrijd. Voor de rest kijken we nog naar een ander leuk gevecht. Kasi, die wist de Jezus naar de grond te timmeren. En dat gebeurde zo. Ja, die ging dus knock-out. En men haastte zich even om te kijken als alles oké was, gelukkig. Ook een heel sportief gebaar van Kasi om te kijken als alles oké was met meneer de Jezus, die dus deze partij verloor middels knock-out. Voor de rest wonnen alle boys van Eifel hun wedstrijd. Het was dus een productieve avond, ook Van Ravenswaai won zijn partij van, ook Van Ravenswaai won zijn partij en dat was natuurlijk een heel belangrijke overwinning voor hem, want op zijn cv kan hij dus ook deze overwinning bijschrijven. Positieve avond geweest en we mogen terugblikken op een succesvol gevechtsjaar in de Ismi van Wilgen Sporthal. En hiermee heb ik het gehad wat betreft deze aflevering van Sport 8. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Voor het geval u mij niet meer ziet hier op de STVS, alvast een gezegend uiteinde toegewenst. En voor vandaag alsnog een Merry Christmas. God bless you. Bye bye.